In Nederland maatschappelijk toch in vrij ernstige mate zijn gepolariseerd. Allerlei breuklijnen tussen hoog en laag opgeleid, tussen wit en bruin, tussen jong en oud, tussen stad en periferie. En dat onder condities van krimp. Dan kan je je zo voorstellen dat ook die breuklijnen tussen al die verschillende populatiedelen in Nederland, dat die de komende 15 jaar dieper en dieper worden. Ja, maar die kunnen juist ook minder diep worden, omdat mensen de geschiedenis bij oorlog en elke... Zeker, maar de geschiedenis leert dat dat meestal niet het geval is. Maar het is ook goed om een keer het economisch groeimodel aan zich onder, zeg maar, ter discussie te stellen. Ja, dat is een hele leuke luxe positie. Moeten we vooral doen op het moment dat je leuk in een mooie auto rijdt. En bij markt lekker eten kan kopen. Maar voor heel veel andere mensen is dit natuurlijk gewoon een exercitie die niet in hun hele wereldbeeld voorkomt. En